Nou, Rini Klinger, je bent coach van Jongens 1. 10 overwinning, maar lijkt me toch op een bepaald moment toch iets geflatteerd. Het was absoluut geflatteerd. Zeker 3 partijen met 2 punten verschillen in de vijfde. Maar er waren ook een aantal niet geflatteerd, die waren gewoon 3-0. Maar met die 3 partijen, die zaten met name in het begin, bij de eerste 5-6 partijen zaten er 3-3 met 2 punten verschillen in de vijfde. Dus dan had het ook, heel anders kunnen lopen. Dus wat dat betreft, voor SKF 1 heel gunstig. Kan je mij een beetje hoe dat nou gaat, want bij SKF teams tegen elkaar. Mm-hmm. Ook bij coaching, hoe werkt dat precies? Wat ik zeg, team 1 wordt wel gecoacht en team 2 niet. Hoe werkt zoiets? Nou, allebei de teams werden niet gecoacht door de vaste coach. Maar team 1 bestaat uit 4 mensen. En daar is afgesproken dat degene die niet zou spelen, dat die dan zijn teamgenoten coacht. Ja. En bij het andere team bestaat uit 3 mensen, dus die hebben elkaar gecoacht. En daar hebben we van tevoren met elkaar over gesproken. Maar omdat het een 4-mans team is, ja, dan kun je er dus makkelijker inzetten, omdat die ene persoon dan niet speelt. Maar het lijkt wel een beetje of team 2 daar meer last van had dan team 1, want team 1 had natuurlijk de 4e man. Dus ja. Het lijkt wel alsof team 1 daar meer baat bij had. Uiteindelijk, als je met team 1 wint, dan kun je wel zeggen dat team 1 daar meer baat bij had. Maar dat weet je van tevoren niet. En de vorige keer was het, werd er ook niet gecoacht. Maar toen werd het 7-3. Begin van de competitie, de reguliere competitie. En toen had het net zo goed 5-5 kunnen worden. Toen waren er 2 of 3 partijen met 2 punten verschillende bij. Maar nu waren er in het team zelf, dat is wel geleerd, en hebben ze nu andere afspraken gemaakt als de vorige keer. Maar ik denk dat één er een voordeel van had dat er 4-mans team was, absoluut. En dan gaan we nu al naar de finale, neem ik aan. Volgende week voor 1 potje. Hoe moeilijk is het voor de jongens, of voor team 2, of in ieder geval voor team 1? Nou, voor team 1 is het niet zo moeilijk, voor team 2 wel. Want ja, het is ook nog even de discussie of je hem wel of niet moet uitspelen. Want als team 1 één potje wint, dan is het eigenlijk gewoon afgelopen. Dus ja, de verwachting, we moeten nog even contact opnemen met Joke Wijker om te kijken of we ze echt uit moeten spelen. Want ja, dat is 9 potjes om de Keizers en Baarders met de eerste winnen. Ja, dat zou een beetje jammer zijn. Dat is eigenlijk ook helemaal niet nodig. En dan met z'n allen de volgende keer naar Hilversum? Ja, en dan naar Hilversum, want als het goed gaat, dan moet ons damesteam daar 's middags spelen. Als die de halve finale winnen van VTV. En dan hebben we 's morgens een jeugdteam, speelt het kampioenschap van Nederland, dus 's middags het damesteam. Dus dat zou natuurlijk redelijk uniek zijn. Nog wat busladingen, want de vorige keer zijn een team met bussen naar Hilversum gekomen. Het kampioenschap kunnen ook eens verwachten, zoals je verwacht. Niet. Ja, ik weet het niet. Dat is een beetje afhankelijk van wat de supporters willen. Ja. En of ze weer zo massaal willen komen. Natuurlijk met de dames wel een historie dat we x aantal keer met een hele ploeg te waren, maar ze toch elke keer tweede worden. Dus ik heb geen idee, maar we gaan wel proberen te organiseren dat zoveel mogelijk supporters mee gaan helpen. Nou, top. Awesome. Dankjewel.